En nu even iets heel anders. Wat ik al zei, al die staten die zijn zo ontzettend verschillend van elkaar en zo mooi en boeiend. En nou heb je daar een staat helemaal in het noorden, bij de Himalaya, Ladakh. En Ladakh is eigenlijk klein Tibet. En dat is ook gelijk het ezelsbruggetje, want ik wil eigenlijk gaan naar ook een ode eigenlijk aan de, ja, de regering eigenlijk van India, die namelijk vijftiger jaren uiteindelijk politiek asiel gaf aan de Dalai Lama. En ja, die was toen gevlucht over de bergen met een paar monniken en kwam in Dharamsala terecht, waar die tot op heden dus ook nog is. En van daaruit, het was natuurlijk eigenlijk een hele linkse zaak, want de Chinezen waren er, laten we het op het zachtste uitdrukken, niet happy mee. En dus er waren enorme spanningen, alleen maar daardoor. Maar ze hebben dus wel heel erg veel Tibetanen de kans gegeven om naar het land te komen. Ze zijn overal anders, in India zijn er nederzettingen daarvan. En ook de kans geven om het culturele erfgoed van Tibet eigenlijk vanaf daar dan weer eigenlijk over de wereld te verspreiden. Nou ja, dat weet u zelf. We hebben hier ook een Tibet supportgroep hier in Amsterdam, die fantastisch werk verricht. Nou, Richard Gere heeft natuurlijk enorm werk verricht in Amerika. En zo is het eigenlijk, ja, eigenlijk over de hele wereld vertegenwoordigd. Ik wilde dus eigenlijk een ode brengen, zowel aan de Dalai Lama als aan aan India als regering, als land die het lef hebben gehad om hem dus binnen te laten. Wat ziet u nog meer? Ja, u ziet beelden van Ladakh. U ziet beelden van de Gyoto-monniken, een hele speciale orde van monniken die ik heb leren kennen en met wie ik het geluk had ze naar Nederland te krijgen. En eind 90e jaren hebben we hier in Nederland, praktisch alle grote zalen, die waren ook uitverkocht, met die Gyoto-monniken en met dansers van de Tibetaanse dansers, Tipa heet dat, hebben we hier dus en in Duitsland dus ook optredens, concerten gegeven. Dat was heel uniek. Goed, dus je ziet beelden daarvan, ook van ons, helemaal op het eind dacht ik ook wat beelden van een van die concerten. En u ziet uiteraard dan in Tibet nog eens een keer de Potala, kasteel van de Dalai Lama in Lhasa. Goed, body energy. Thank you.
thing comes from within ourselves, within people themselves. You see, the government or the law or constitution and police forces cannot do much. Unless you see the good spiritual things develop within ourselves, the inspired the material development or some all other facility, a human society may not have inner peace or deep satisfaction. Mm-hmm.